In Scheveningen kropen vanmorgen 300 schildpadden het strand op. Hoewel, ze lijken misschien echt, maar dat zijn ze niet. Een dierenbeschermingsorganisatie heeft ze er neergelegd. Die vindt dat er nog steeds te veel souvenirs van bedreigde dieren worden gemaakt. En dat is verboden. Door de schildpadden er neer te leggen, hoopt de organisatie dat mensen beter nadenken voordat ze bijvoorbeeld een asbak van schildpadschild kopen. De kartonnen schildpadden zijn trouwens gelukkig niet bedreigd.